Louis Couperus, een reislustig man. Hij maakte zijn lezers vertrouwd met uiteenlopende werelden. De decadente Haagse aristocratie, het mystieke Nederlands-Indië, het warme zuiden en de klassieke oudheid. Zijn romans verschenen vaak eerst als feuilleton in het vaderland. En van Eline Veren gaat het verhaal dat toen de laatste aflevering verscheen en Eline Veren stierf, dat de mensen in de tram een traantje weg moesten pinken. Naast Eline Veren is een roman als De Stille Kracht nog altijd bekend. Niet alleen als romanschrijver genoot Louis Couperus bekendheid, maar ook als een uitzonderlijke verschijning als dandy. Louis Couperus, een witte roos. Over de stad, wier wit gepleisterde villahuizen laag wegscholen in het geboomte der lanen en tuinen, hing een donzende geluideloosheid. In de windstille benauwdheid der avondlucht, al was de matte avond moe van de zonneblakende dag der oostmoesson. De huizen, zonder geluid, doken weg, doodstil in het loven van hunne tuinen met de regelmatigende opblankende rissen der grote gekalkte bloempotten. Hier en daar werd een licht al ontstoken. Plotseling blafte een hond en antwoordde een andere hond en verscheurde de donzende stilte in lange, ruwe flarden. De nijdige hondenkelen hees, ademloos, schoorvijandig. Plotseling ook zwegen zij stil.